De deputy managing director van het Internationaal Monetair Fonds zal naar Suriname afreizen voor een missie. Dit deelde president Chandrika Prasad Santokhi vandaag mee op de eerste regeringsconferentie van dit jaar. Het staatshoofd geeft aan dat de IMF-topper afreist voor een hoge missie, omdat Suriname een heel goede band heeft weten op te bouwen met de monetaire organisatie. We gaan weer voor de volgende ronde van review. En uiteraard zullen we alles doen als land, en zeker wij als regering, dat we weer een goede review halen. Maar Suriname is een voorbeeldland geworden. Is een land welke zij zelf presenteren als een showcase naar andere landen die een IMF-programma wensen uit te voeren. Dat het wel kan. Dat er wel een succesverhaal is in Suriname als het gaat om doorvoeren van de hervormingen. Als het gaat om een bankroete land, a country which was fully bankrupted, om dat land in 3 jaar tijd te brengen naar dat niveau van economische hervormingen, dat inderdaad dat gebeurd is. Santokhi zegt dat er behoorlijk wat discipline aan de orde is gekomen voor een goede handhaving van het IMF-programma tot heden. Volgens hem moet ook stilgestaan worden bij de mate van vertrouwen die bewerkstelligd moest worden bij de internationale gemeenschap. Belangrijk is nu dat we ons beleid nu gaan ontwikkelen op datgene wat bereikt is. En we weten allemaal namelijk dat de maatregelen die we getroffen hebben, die uiteindelijk geleid hebben naar dat resultaat wat nodig was, dat gepaard is gegaan met een hoge sociale prijs vanuit de samenleving. Dat gepaard is gegaan met zware offers vanuit de samenleving. En daarom hebben wij ook gezegd, it's time to give back. Niet nu, maar vanaf het moment van de hervormingen, vanaf het moment dat wij maatregelen treffen om onze economie gezond te maken, zien we namelijk de effecten ervan in de samenleving. En we hebben direct ook ingespeeld op deze effecten. De hervormingen die in de afgelopen 3 jaar zijn doorgevoerd, hebben volgens president Chandrika Prasad Santokhi geleid tot significante verbeteringen.